Voor wie niet bekend is op de campus van de Universiteit in Enschede, is het vinden van het juiste adres nog een flinke puzzel, want de straatnaamborden hangen bij de studenten binnen. Ja, dat heb je vooral met nieuwe kamerzoekers. Die hebben dan geen idee waar ze moeten zijn en loop je dan te verdwalen en dat gebeurt nog wel. Iemand die de weg nog wel goed kent is professor Dave Blank. Hij werkt bij de universiteit, heeft er gestudeerd en woonde 25 jaar geleden op deze plek. En 55, mijn flat. Ja, woonden we daar met 14 studenten. Oh, nou moet ik wel bekennen dat het er nu schoner uitziet dan toen bij ons. Maar... Dat was een tijd dat jongens en meisjes gescheiden van elkaar woonden. En de universiteit zorgde elke week voor schone lakens. Het is echt een washok. Maar dat doen studenten dus nu gewoon zelf. Maar er is meer veranderd, zegt de schilder die al sinds 1976 op de campus werkt. De laatste tijd zijn alle studenten wel een beetje rustiger geworden. De jongens, ik denk dat ze meer op het moment studeren moeten. En in plaats van feestjes vieren. De studiedruk? De studiedruk is, denk ik, ligt zeer hoog. Je komt hier natuurlijk als eerstejaars studenten fanatiek om te studeren. Vandaar dat je al heel snel... Dat ik heel snel de keuze heb gemaakt voor de campus. Het leven op de campus wordt voor de studenten zo makkelijk mogelijk gemaakt. Wonen en studeren op één plek. Met zelfs een supermarkt, een kapper, een kroeg en veel sportfaciliteiten. Nou, deze faciliteiten zijn zeker heel belangrijk. Eigenlijk brengt sporten natuurlijk studenten bij elkaar. Vooral bij teamsporten. Je moet werken in een team. Je leert samenwerken. En daarbij zorgt ook dat studenten op een hele leuke manier contact houden met elkaar. En dat ze leren kennis maken met elkaar. En dat ze leuke activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Met als bijzondere activiteit het verzamelen van verkeersborden. Dus als u op de campus de weg even niet weet, vraag het een student.